Geachte meneer De Wever, ik zou via deze video graag een antwoord geven aan de vriendelijke boodschap die u ons gisteren verstuurde. Ik ben Olivier Vermeulen, een Franstalige student aan de UCL en stel me persoonlijk veel vragen over hoe onze maatschappij het best zou moeten draaien omdat iedereen zijn plaats vindt. De politieke partijen ben ik nog niet ingestapt en ik heb dus zelf geen enkel eigenbelang om u deze video te sturen. Maar uw boodschap moest een antwoord krijgen, dat weet u zelf best ook wel. Ik zal, zoals u het graag heeft, onmiddellijk ook mijn kaarten open en bloot op tafel leggen. En wees blij, over uw constatering ben ik het vrij mee eens. De politiek van de vorige decennia is effectief een grote wanhoop. Of nu de PS hier verantwoordelijk voor is, laat ik jullie onder elkaar betwisten. Maar één ding is effectief zeker, er is absoluut nood aan verandering. En wat gaat u ons van verandering brengen? Economische groei om jobs te creëren? Laat me niet lachen, groei om jobs te creëren, dat is toch geen echte verandering? En creëert dit wel echt jobs? De economicus Thomas Piketty, die in de US enorm geprezen wordt de laatste tijden, toont mooi aan dat vandaag de economische groei steeds in de handen van het kapitaal komt. Is er dan enige kans om de ongelijkheden op te lossen door het kapitaal nog meer macht te geven? En een tweede puntje wat betreft die economische groei. Misschien hebt u al horen spreken van de milieuproblemen die de toekomstige generaties te wachten staan. Wel, omwille van de steenharde koppeling tussen energieconsumptie en onze economische productie van goederen en diensten, is het duidelijk dat de actuele economische groei de reden schuldige is voor wat er voor de toekomstige generaties te wachten staat. Die groei is dus geen echte oplossing, als u het mij vraagt. Er is dus echt nood aan verandering. Maar wat zou werkelijk een verandering zijn voor onze maatschappij? En dit zowel voor Vlamingen als voor Walen? Als u echt voor verandering bent, breng dan wat meer solidariteit in onze maatschappij. Solidariteit met de werklozen, door echte nieuwe maatregelen in te voeren, zoals de verdeling van werkuren, of een effectieve opheffing van taksen op grote kapitalen, om groene jobs te kunnen creëren via publieke investeringen. Solidariteit met de toekomstige generaties, door zo snel mogelijk uit deze economische groei te stappen, opdat onze natuur de mens nog kan verwelkomen in de komende decennia. En uiteindelijk ook solidariteit tussen de verschillende volkeren. Want wist u dat Vlamingen en Walen, of Nederlandstaligen en Franstaligen, eigenlijk enorm veel gemeenschappelijk hebben? Ze hebben allebei nut aan een deftige job. Allebei zoeken ze wat om zich te kunnen kleden en hebben ze een dak boven hun hoofd nodig. Natuurlijk bestaan er ook kleine verschillen, en gelukkig nog. Maar de verschillen tussen een Limburger en een West-Vlaming zijn soms veel groter dan tussen u en mezelf. Ik zal uiteindelijk met dit laatste puntje mijn video afsluiten. Zoals Lorenzo Ramalho het vorige week aan uzelf en de heer Magnet aantoonde, is er boven de sociale, de ecologische en de economische crisis een veel ernstige crisis op gang. Een zware politieke crisis. Waarom zou de bevolking toch zo weinig geïnteresseerd zijn in wat er voor hen beslist wordt? Of ligt daar misschien het probleem? Beslist men echt nog voor hen? Maakt het iets uit of ik vandaag voor de PS of voor de N-VA ga stemmen? Wat betreft de taal van mijn stembrief zal er misschien een verschil zijn. En gelukkig heb ik daar persoonlijk niet veel last mee. Maar voor één zaak begaan bijna alle politiekers momenteel dezelfde fout. Geen enkele politieke beslissing kan vandaag nog genomen worden als deze tegen de economische rendabiliteit gaat. Maar wist u dat economische rendabiliteit jullie job niet is? Als politicus moet u een ruimer beeld hebben van onze maatschappij, om onze samenleving correct te doen draaien, maar daarom niet per se economisch te doen groeien. En nu de actuele economie niet meer verder kan groeien, omwille van de ecologische en de sociale problemen die ze opricht, is het misschien echt tijd dat de politiekers nieuwe maatregelen durven te nemen om geen sociale oorlog te creëren. Beste meneer De Wever, als de Vlamingen nog in u blijven geloven en u zaterdag de kans geven om voor een verandering te zorgen in ons klein landje, houd dan AUB mijn boodschap in gedachten en kies voor een reële verandering waarop uw kinderen fier voor zullen zijn. En deze verandering zal enkel via meer solidariteit op alle vlakken kunnen waar worden. Laten we vandaag het eigenbelang AUB even opzij leggen, opdat we samen van een betere toekomst mogen dromen. Ik kan u nu nog enkel veel vreugde toewensen in uw alledaagse leven. Want daar staat gelukkig nog geen prijs op.